De regeringsvergadering heeft gisteren de benoeming van Garsha Ramcharan Parag Singh tot procureur-generaal goedgekeurd. Zij was sinds april 2021 belast met de waarneming van de functie van PG bij het Hof van Justitie. Premcharan Parag Singh is benoemd conform de voorgeschreven procedure in de grondwet van de Republiek Suriname. Met deze goedkeuring, die ingaat op 10 augustus, start het traject van bekrachtiging van de benoeming, de beëdiging en de installatie van deze hoogste justitiële autoriteit. Minister Stanley Ragubashing van Financiën en Planning heeft op 27 juli de commissie Evaluatie BTW ingesteld. De instelling van deze commissie is een voortvloeisel van de op 1 januari 2023 in werking getreden BTW-wet. Hierbij is bepaald dat er een commissie dient te komen voor zowel de implementatie, de monitoring en de evaluatie van deze nieuwe belastingwet. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de vakbeweging, de Centrale Lands Accountantsdienst, Federatie van Belastingadviseurs en de overheid. De commissie is ingesteld voor een periode van 6 maanden. Suriname heeft op 27 juli deelgenomen aan de tweede gemengde commissievergadering voor technische, culturele, educatieve en sportieve samenwerking tussen de Republiek Colombia en de Caribische landen. Deze samenwerking is binnen het raamwerk van CARICOM Colombia gericht op het collectief streven naar regionale vooruitgang en ontwikkeling. Suriname heeft na afstemming met de vakministeries aangegeven te zullen participeren in 6 projecten op het gebied van sport, cultuur, duurzame landbouw en veiligheid.